Nou, goed. Dankjewel. Boven komt dan natuurlijk veel, dus er komen mensen van de E en de F hier. Nederland als vestigingsland heeft gewoon een sterke luchthaven nodig. Nou, deze luchthaven is nu bezig om weer voorop te blijven lopen. Dat deed Schiphol al. Maar wil je van de concurrentie blijven winnen, dan moet je natuurlijk blijven investeren. En dat gebeurt dan op grote schaal. En ook nou, dat hij bij de KLM even tijd heeft. Is er natuurlijk met die verbouw, maar daar zijn wij heel blij mee dat Schiphol investeert in de toekomst. Waar wij weer heel blij mee zijn. Want passagiers zeggen dat vliegen gaan wordt naar Schiphol. Het wordt alleen maar beter. Wij zijn er trots op om te laten zien wat we allemaal aan het doen zijn. En dat is nogal wat. En ik heb gezien dat de minister-president onder de indruk is over de gigantische inspanningen die we doen. En er ook voor zorgen dat het passagiersproces ongestoord plaats blijft vinden. En dat is best bijzonder. Een enorme ingewikkelde planning en logistiek om de passagiers gewoon goed te bedienen en een mooie ervaring te bieden en tegelijkertijd al die investeringen te doen om ervoor te zorgen dat de luchthaven inderdaad voorop blijft lopen. Ik dacht, ik had erover gelezen, maar ik denk, dan ga ik achter de schermen kijken, maar dat het gewoon zo in your face is, terwijl je het niet merkt. Dan is het echt heel knap hoe ze het gedaan hebben. Super, hey, tot ziens. Bedankt. Tot ziens. Te gek.